Sylvie Meis is soms echt een heel malle griet. Ze presenteerde tot een paar jaar geleden tv-programma's, maar tegenwoordig komt ze alleen nog in het nieuws als haar tassen zijn gestolen of ze weer met een nieuwe multimiljonair uit de oceaan komt lopen. Maar als je er wat over vraagt, dan houdt ze haar kaken letterlijk stijf op elkaar. Nu heeft Sylvie weer een relatie met een sloopmiljonair die, volgens Yvonne Koldewijer, bad news is: iets met agressie. Inmiddels heeft ze haar nieuwe liefdesgeluk bevestigd, maar een paar weken terug deed ze echt super raar tijdens een interview met de Duitse media. Na een vraag over die vent, bleef ze zwijgend in de camera kijken. Als een soort alien. Bridget Maasland spreekt van een awkward moment. Ze vraagt zich af wat haar collega Ster nou precies wil. Ze had het toen natuurlijk zelf naar buiten gebracht, hè? We zagen beelden dat ze innig gearmd bij een concert stonden, aldus de presentatrice van RTL Boulevard in de Boulevard Podcast. Als je zelf met iemand gaat paraderen, dan is het volgens Bridget logisch dat er vragen komen. Ze had zelf op haar Instagram gepost dat ze met de boot naar een heel mooi jacht toe ging en toen hadden mensen natuurlijk uitgezocht van wie dat jacht is en dat was van hem, dus ze geeft allemaal hints. Ze vervolgt, en als ze dan vragen: hoe is het in de liefde? Toen zagen we zo'n glammerlach opkomen en toen krekels. Helemaal niks. Akkoord gewoon. Een minuut. Ik kon daar gewoon niet naar kijken. Plaatsvervangende schaamte. Zeg dan gewoon: nou, goed. Ja, klaar. Collega Rob Gozens kan het ook niet volgen. Ja, ik snap dan ook niet wat zij voor oog heeft, want ik bedoel, ze hoeft het allemaal niet te delen, maar ja, deel het dan überhaupt niet. Hij vervolgt, en als je denkt, ja, ik wil zelf controle hebben over dit soort dingen, ik wil wel gewoon zo'n filmpje van dat jacht op Instagram plaatsen, maar ik wil het er niet over hebben, ga dan niet naar plekken waar je weet dat mensen vragen gaan stellen. Bridget wordt een beetje moe van de Duitse diva-vrouw. Precies dat. Er zijn natuurlijk altijd wel verschillende wegen. Maar ja, dat moet ze natuurlijk helemaal zelf weten. Maar, hahaha, -ha -ha, het wordt zo'n awkward moment. Dat iedereen een beetje dat gevoel had. Collega Luc Ikink vindt het vooral gek dat Sylvie precies een week na dat interview met een fotootje op Instagram haar liefde bekend maakte. Dan denk ik: Ja, waarom doe je er dan zo raar over in een interview?